3, 2, 1. Nou, dat kan ik toch niet laten zien? Hallo allemaal en super tof dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video in deze Extreem Thomas maand. En ja, ik heb het niet verstopt, hij zit hier al. Hoi. Ik ben het lieve Pietje Rutger. Yay. Ik zit letterlijk aan je vast. Dank het. High five. Box. Dit is echt heel leuk. Dit is toch wel mijn favoriete gast hoor, deze maand. Oh, gelukkig. Ik kon niet wachten tot ik u een knuffel geef. Oh, elkaar een knuffel. Ik kon echt niet wachten tot ik met jou weer een video ging opnemen deze maand. Ik ook niet, want dit is een van mijn favoriete video's. Mijne ook, maar aan de andere kant ben ik echt bloednerveus. Ik want ook. We gaan namelijk weer kerstroulette doen. Yes. Ik zeg het fout, kerstcadeauroulette. Kies niet het verkeerde kerstcadeau. Het is zo de bedoeling dat er 5 cadeaus hier komen te staan die Rutger van mij heeft gehaald. Ja. 4 cadeaus hebben eigenlijk weinig waarde. Misschien 1 of 2 euro. En 1 cadeau. Ik zal een hint geven tussen de 100 en de 200 euro. Maar je mag er maar eentje houden. En de rest moet je onder de hamer slopen. Op eentje na, de ene laatste, die ga ik doneren in het Extreem Thomas cadeau box ding. Komt een half ton vandaan. We hebben natuurlijk weer het Extreem Thomas kerstpakket. Hier kun je dus kans op maken door het volgende te doen. Abonneer even hier beneden, druk op het belletje, doe een duimpje omhoog voor de video. En je moet onder elke video in de decembermaand reageren. En de vraag voor deze video is: wat vind jij leuker, het kerstontbijt of het kerstdiner? Het cadeautje wat als tweede overblijft dus in deze video gaat uiteindelijk in de box. Ja, we gaan even omkleden, want dit gaat niet werken. Thomas, doe je ogen dicht, dan pak ik de 5 cadeautjes erbij. Ik heb zo'n voorgevoel dat het misgaat in deze video. Heel zwaar en heel groot. Oh, het klinkt groot. Kerstman, geef me views. Zet het even neer, dat was mooi. Dat was heel mooi. Dat was zonder autotune. Kom maar op met die views. Je mag je ogen open doen in 3, 2, 1, tada! Wow! Wat ziet het er leuk uit. Bedankt. Alsof we een soort van skyline hebben hier. Ja, in New York. Met een huis. Het ziet er echt uit als een skyline. Is het al kapot? Hoop het niet. Het zijn wel makkelijk onvalbare cadeaus. Wat is dat voor zin? Geen idee. Allereerste ronde is het de bedoeling dat we de timer gaan zetten voor 20 seconden. En ja. Ik mag 20 seconden lang vragen gaan stellen aan Rutger. En hij mag alleen maar ja of nee antwoorden per cadeau. We gaan het nu hebben over deze. Hoe groot is die? In 3. That's what she said. 2, 1, go! Kun je het aandoen? Nee. Kun je het gebruiken? Ja. Is het om te eten? Nee. Is het voor in de keuken? Nee. Voor in de woonkamer? Nee. Voor in de badkamer? Nee. Voor de slaapkamer? Nee. Voor op een feestje? Ja. Tijdens een kerstdiner? Nee. Voor, is het een versiering? Een soort van. Is het een decoratief? Een soort van. Oh, ik weet al best veel. Wow, dit was best een goede ronde, of niet? Ja, best goed. Op een feestachtig iets is het. Ja. Oké, de tweede ronde. Ben je er klaar voor? Nee, maar doe maar. 3, 2, 1, go! Is het eetbaar? Ja. Kun je het gebruiken? Ja. Is het mooi? Nee. Is het voor thuis een diner? Nee. Maar het is wel eetbaar. Een soort van. Is het nou eetbaar of niet? Nou, ja en nee. Is het chocola? Nee. Is het eigenlijk mooi? Grappen? Nee. Is het grappen? Nee. Is het voor binnen? Ja, ja. Het is heel erg voor binnen. Dit is niet eerlijk. Het is heel erg voor binnen. Ja, hier binnen. Even bij elkaar samenvatten. Dit is een soort voor versiering voor feestdagen. Niet echt handig om te gebruiken, maar kan wel. Dit is voor in je, denk ik. Oké, we gaan naar nummer 3. Kijk er even goed naar. 3, 2, 1, go! Is het om te spelen? Nee. Is het mooi neer te zetten? Nee. Decoratief? Een soort van. Voor in het huis? Nee. Voor buiten? Nee. Voor feestavondjes? Nee. Is het niet eetbaar? Het is, je kunt het gebruiken? Ja. Is het... Kom op! Ja. Ja, ik heb geen idee. We gaan naar de volgende. Nummer 4. 3, 2, 1, go! Kun je het gebruiken? Ja. Werkt het op stroom? Ja. Zit er stroom in? Ja. Werkt het elektronisch? Ja. Is het iets voor iets... heb ik het al eens aangewezen? Ken ik het? Ja. Heb ik het al eens gehad? Ja. Dat is een goede vraag. Ja. Is het op binnen? Ja. Ik heb het er wel eens over gehad. Kan je zeggen? Je hebt dus overal deze cadeaus wel eens gehad. Het is wel lastig, want ik heb alles al voor mijn gevoel. Oké, we gaan naar nummer 5. 3, 2, en go! Kun je het gebruiken? Nee. Is het technisch? Nee. Is het elektronisch? Nee. Is het mooi? Is het decoratief? Ja. Voor binnen? Ja. Kun je het eten? Nee. Voor buiten? Nee.
En je kunt het gebruiken? Nee. Je kunt het neerzetten. Ja. Dus. Ja, je gaat niet iets voor 200 euro kopen wat je neer kunt zetten. Weet je niet. Dat was de eerste ronde. Is er iets hiertussen waarvan je echt denkt van nee? Nou, ik heb dus sterke gevoelens. En ik ga het nou even uitspreken, jongens. Ja. Mijn sterke gevoel is dat deze bijzonder kan zijn. Mm-hmm. Dit is niet bijzonder. Mm-hmm. Ik zeg overal ja op, hoor. Deze twijfel ik over, deze twijfel ik over. Deze heb ik geen idee bij. Deze twee weet ik even gewoon niet. Dit is heel raar. Ik denk dat ik die weg ga doen. Ja? Nou, ik schrik een beetje. Ik wil het weten. Welke ga je wegdoen? Ik wil niet. Deze dan misschien. Deze? Ja. Deze gaat weg. En je gaat niks voor in mij kopen wat 200 euro is. Of een dildo, maar die heb ik niet nodig. De tweede ronde is de voelronde. Je mag het gewicht voelen, maar je mag niet knijpen of dat soort dingen. Niet te veel voelen. Je mag alleen voelen hoe zwaar het is. Cadeau nummer 1. Weegt helemaal niks. Het weegt echt heel... Oh jezus, je maakt het echt heel spannend. Je bent echt alsof je zo'n quizmaster bent. Ben ik ook. Het is heel... Cadeautje nummer 3. Ja, ja, dit is echt geen 200 euro. Heb je wel eens een briefje van 200 gevoeld? Dit is dat twijfelgeval. Dat had ik met die twee die hier stonden. Eentje heb ik al weggedaan. Wat was hier nou mee? Ik hoor iets heen en weer gaan. Dan, de laatste. Weer niet zwaar. Weet je, het is zo moeilijk. Je hebt een hele grote doos gebruikt voor kleine dingen. Ik merk het weer. Oké, okay, nou, waar ik het minste gevoel bij heb is die eigenlijk. Ja? Waarom? Ik weet het niet. Die gaat weg. Weet je dat nu al? Ja. Dus cadeau nummer 1. Gaat weg. Gaat weg. Wow, ik heb er nooit zo snel gekozen. Ik ben echt niet goed. Dit gaat heel snel. Ik krijg in deze ronde per cadeau een cryptische hint. Ik hoop dat het me gaat helpen, want ik weet over die helemaal niks. En deze twee, deze was elektronisch en dit weet ik hier eigenlijk over. We beginnen bij deze. Als je dit cadeau kiest, dan verzacht dat nog wel iets de pijn. Paracetamol. Teken je voor dit cadeau? Nummer 5 is... Oh, die heb ik niet bedacht. Nee, echt? Nee, die moest ik nog bedenken. Nee, meen je dus? Wat een voorbereiding weer. Ik zie ze vliegen. Een drone. Ik weet welke ik weg ga doen. Ja? Ja, die sowieso. Deze? Ja, die ga ik wegdoen. Het is verzachte pijn, hè? Ja, ik doe hem weg. Dan doe ik hem voorzichtig weg. Nou, hou op. Ik vind het zo geen leuk spel. We zijn aangekomen bij de laatste twee cadeaus. Cryptische hint bij deze was iets met... Hier teken je voor. Hier teken je voor. En je ziet ze vliegen. Dan mag ik dus per cadeau vragen gaan stellen aan Rutger. Maar niet 20 seconden, maar nu 40 seconden. Yes. Ik heb een beetje gevoelens. Ja? Ja. Ik heb een idee al. Ik weet niet waarom. 3, 2, 1, go. Dit cadeau toch? Oh, ja. Oh, ik weet niks. Kun je ermee tekenen? Ja. Is het met kleurtjes? Is het kleur? Nee. Het is elektronisch nog steeds, toch? Ja. Kan ik het gebruiken voor iets wat ik al heb? Ja. Is het iets wat ik misschien ooit wilde kopen, maar dat ik... Dat ik ja, dat ga ik niet zeggen. Laat mij zitten. Nee, weet ik niet. Is het van plastic? Ja. Is het van staal? Nee. Is het wit? Ja. Is het lampen? Ja. Ja, volgende, ik weet het al. Echt? Ja, we gaan naar deze. Nummer 5. Je ziet ze vliegen. 3, 2, 1. Is het van plastic? Nee. Is het van papier? Nee. Is het van steen? Nee. Is het van staal? Nee. Is het van ijzer? Nee. Is het van koper? Nee. Is het stalvruchtmateriaal? Je hebt nog hout? Nee. Papier? Nee. Karton? Nee. Kun je het ophangen? Nee. Kun je mee spelen? Nee. Kun je het als decoratie? Kun je het gebruiken? Ja. Nee. Kun je het neerzetten? Ja. Kun je het, is het een, heeft het een dier? Ja. Oh, ik weet het al. Is het knuffelbaar? Nee. Is het op de wc? Nee. Kun je het op de wc's neerzetten? Kan. Kun je het in huis zetten? Ja. Badkamer, woonkamer? Nee, ja, ja. Ja, ik weet het al. Nee, ik weet het eigenlijk niet. Ik twijfel echt heel erg nu. Wat heb je nog meer? Je hebt steen, papier... Schaar. Nee. Ja, je hebt hout, heb ik al gezegd. Nee, ja, er is nog iets. Het staat er soort van... Nee, ik ga niks zeggen. Hè? Maar wat is er nog meer van materiaal dan? We zijn aangekomen kunststof. Bij de beslissende ronde. Het is van kunststof! Je moet nu een knoop gaan doorhakken. Welk cadeau gaat er naar de gewoon Thomas cadeaubox? En welk cadeau hou je zelf? Ja, weet je wat het is?
We hebben dus al eerder gehad dat ik dacht van, oh, dit is het, weet je wel. En dan was dat het niet. En toen had ik gelukkig wel, volgens mij gelukkig, dat ik het juiste koos. En dat heb ik dus nu weer, dat ik op een misleidende pad zit of zo. Mijn gevoel zegt deze. Mm-hmm. Maar, ik weet niet, ik denk dat ik voor deze moet gaan. Mijn gevoel zegt deze. Ik zeg niks meer. Iets op elektronica. Jij gaat geen dier van 200 euro kopen voor mij. En je gaat wel elektronica kopen voor 200 euro voor mij. Dus ik denk dat ik voor deze ga. Ja, een beetje zeker? Ik ga voor deze en deze gaat weg. Deze gaat weg. Ah! Je hebt iets gekozen. En het weegt niks. Dan gaan we nu de niet gekozen cadeaus erbij pakken. En natuurlijk de hamer. Oké. Okay. Oh! Drie! Oh. Oh, ik wilde nog aftellen. Ik wilde gewoon rammen, ik wil het gewoon weten. Wacht, huh? De cryptische hint. Hiermee ga je soepel het nieuwe jaar in. Nou, niet echt meer. Oh, ik schrik eventjes, ik zie een lens. Nee, dit kan ik nog niet laten zien. Dit is glijmiddel. Ja. Dit is heel raar om in deze studio. Is het voor binnen of buiten? Ik zeg voor binnen. Oh, het is echt voor binnen. En kun je het ook eten? Ik denk dat het hij is al gebruikt. Hoezo? Wil jij deze glijmiddel winnen? Nee. 3, 2, 1. Oh, ik ben bang. Straks snap je waarom. Vuurwerk! Oh, die lucht! Oh, nee, zoals ontploft er iets. En het was heel goedkoop. Voor mij 2 euro. Dus dat betekent dat ik nog steeds goed op de goede weg zit. Oh, ik heb zo naar mijn zin met dat rammen. Dan het spectaculaire cadeau. Je mag deze kapot slaan. Dit verzacht de pijn. 3, 2, 1. Ging ernaast. Wat zit hierin? Oh, maar die zijn heel leuk! Kinderpleisters! Oh, mag ik er één op? Ja. Dus dat betekent dat ik het nog steeds goed heb? Ja, tot nu toe wel. Nou. Oh, als ik voortaan iets heb, dan ga ik deze echt opdoen. Ik hoef het andere cadeau niet meer. Dan gaan we nu naar het cadeau wat jullie krijgen. Nou, jammer, dat mag ik niet meer slaan. Nee, ik ga hem openmaken. Je ziet ze vliegen. Dat betekent wel dat ik er nu achter kom of ik het goed heb gedaan. Ja. Auw. Oh. Tegen mijn kin. Yay, een doos! Ja. Wow! Ik zelf heel graag. Oh, dit is toch geen 200 euro, hè? Jawel. Nee. Ja, het is echt goud. Je hebt niet gevraagd of het goud was. Oh. Nee. Ja. Is het echt goud? Nee. Het is aluminium. Het staat er zelfs op. Het staat er heel duidelijk op. Oh, red. Maar hij is heel leuk. Ik wil hem het liefst zelf. Nou, hij was bij de Action. We gaan er nog een halen. Yeah. We doen hem gelijk in het Extreme Thomas kerstpakket. Oké. Hij zit erbij. Hij zit echt heel vol al. Dat betekent dus wel... Ik heb het juiste cadeau weer gekozen! Ja! Oh my god. Ik heb het helemaal warm. Ik ga er nu achterkomen of ik het door heb. Oh, niet weer een afleiding. Maar wat zit erin? Oh! Een pen voor een mijn pen. Wel. Deze wilde ik heel graag. Dat wist ik. Maar ik was zo bang dat jij dacht dat hier dus een pen in zat. Het is dat jij elektronisch vroeg. Daardoor kwam je niet op het verkeerde spoor, maar ik dacht, dit gaat hier slopen. Nee, ik ben er heel blij mee. Gelukkig. En ik ben zo blij dat ik dit niet kapot heb geslagen. Dat vind ik echt zo zonde. Tekenen, aantekeningen maken en weet ik het allemaal. Heel leuk. Dus ik ga voortaan tekeningen maken. Leuk. Het zit er weer op. En kun je nou geen genoeg krijgen van de kerstcadeau roulette? Dan staat er nog eentje online op het kanaal van Rutger. Er staat een linkje in de beschrijving. Vond je dit een leuke video? Doe dan vooral nogmaals eventjes een duimpje omhoog. Ik ben heel erg blij dat het goed gegaan is. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer met een splinter nieuwe video. Dus au doei! Doei! Oh, ik heb het zo warm. Ik allemaal ramen mogen open. Ik ben zo blij.